Oh, als je het niet al te erg vindt, ik ga nu uit het raam springen. Oké, ik kan niet meer tegen. Fuck 10 tieren, oké? Let's go! Hallo jongens en meisjes van Tolkien's Game, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik dus 10 tieren spelen. Ik heb er best wel veel zin in, het was weer een tijdje geleden. Druk op dat duimpje omhoog en let's go! Ik ben op de map Node. Ten eerste, het is ziek warm buiten en ik kwam van school en het was zo van het regent. En het is warm tegelijk, dus op een gegeven moment had ik niet eens een jas bij me, want ja, het is fucking warm. Dus het is zo warm, maar het regent alsnog en die regen die was wel zomaar een beetje koud en voelde lekker aan. In plaats van dat het echt helemaal fucking koud was ofzo. Maar nee, dat was fucking droog, het was warm en koud tegelijkertijd. Weet je, I like it, weet je, Nederland, weet je, ik voel die Nederlandse dingen weer terug en ik vind dat best wel chill om te zien. Wat heb ik de laatste tijden allemaal gedaan? Ik ga het even lekker uitleggen. Ten eerste, ik heb gisteren gesport en dan ben ik helemaal fucked up nu. Daarom heb ik zeg maar iets van 4 uur net geslapen. En dan denk ik van, Tolkien, waarom slaap je 4 uur lang in de middag? Nou kijk, ik heb een toetsweek, oké? En als je toetsweek hebt, heb je slaaptekort. Dan denk ik van, hey, waarom heb je dan een slaaptekort? Nou, laat ik even heel eerlijk zijn. Je leert en dat soort dingen. Weet je, misschien niet ik, maar mensen horen te leren. En dat is de reden waarom je dan slaapt. Het is niet alsof ik de hele dag aan het skypen was met mensen of zo, weet je. Dat was echt niet het geval. Het was gewoon echt dat ik aan het focussen was op mijn werk, op mijn toets. En daarom minder kon slapen. En daarom dacht ik van, nee, ik moet slaap inhalen, anders voel ik me de hele dag fucked up. Ben al helemaal moe, weet je, mijn botten zijn helemaal verkracht en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je, slapen is meestal de oplossing. Want dan mensen denken steeds van, bijvoorbeeld die motivatiespeeches. En dan hoor je in die motivatiespeeches zo van, weet je, in de nacht gebeurt er niks. En ik vond eigenlijk, in de nacht gebeurt alles, weet je. In de nacht dan heal je, dan weet ik veel, alles gebeurt in de nacht. Je moet slapen, oké. En ik snap ook niet die mensen die zeggen, ja, weet je wat, ik ga niet meer slapen. Want als ik slaap in de nacht, weet je, dan doet helemaal niks. Nee, slaap is fucking goed voor je, oké? Accepteer dat even allemaal. En holy shit, ik zit in de top 4, top 5. En oh, fuck, dit is fucked up plek. Woe! Oh, ik heb het gedaan. Ik heb het fucking gedaan, boys. Oh my god. Oké, ik heb het niet gedaan. Oh, what the fuck, er is nog een laag. What the fuck, dat wist ik niet. Ik kon deze game zo makkelijk winnen. Even serieus, deze game was... Fuck, dit was te makkelijk. Ik moest dit winnen. Maar ik ben weer back, jongens. Precies weer dezelfde map. En ik snap gewoon niet waarom het donker is, trouwens. What the fuck? Maak het wat lichter of zo. Dit is fucking irritant. Whatever, ik ben weer helemaal terug. Oh, het is nu weer licht. Nice. Hey, kijk, ze luisteren naar mij, jongen. Wat een baas. Kijk, ik zeg, hey, doe dat niet. Oh, waarom heb ik dubbeljump gedrukt? Dat is gewoon een verspilling. Dat is gewoon puur verspilling, jongen. Maar ja, oké. Okay. Dat was een beetje een unlucky fall. Een heel unlucky fall, zoals ik dat zou noemen. Maar oké, weet je, we gaan het ding doen. We gaan het ding doen. Een mooi bars. Tolkien hier. Hoe zou het zijn als ik bij 101 Bars zou zijn, jongens? Holy shit. Ik zweer, ik zou gewoon zo gekke dingen doen, hè? Of niet? Volgens mij zou iedereen me haten dan. Ik denk serieus dat iedereen me dan zou haten omdat ik fucking slecht ben in rappen. Of nou, ik ben niet fucking slecht te rappen, maar ik denk dat ik niet zo goed ben in fucking tekst verzinnen, oké? Okay? Stel je voor, je gaat naar 101 Bars. Wat je dan 100% moet doen is motherfucking veel tekst verzinnen, oké? Okay? En laten we erop houden dat dat niet makkelijk is, oké? Okay? Ik zie mensen gewoon zoveel lines droppen in één 101 Bars dat ik denk van hoeveel... Hoe lang heb je daarover gedaan? En toen keek ik de laatste vlog van Boef bijvoorbeeld. En hij zei, ja, dag daarvoor heb ik even die hele tekst geschreven. En dat is iets van, hoeveel boek? Dat is gewoon een boek, man. Die dingen die ze rappen is gewoon een boek. En ik dacht echt van, hoe de fuck heb je dat gedaan? Ja, kijk. Ja, toch. Ik ben van de straat, weet je. Ik rap gewoon die straat te leven. Ja, ik ben niet van de straat, oké? Ik ben geboren fucking in een ziekenhuis. En ik ben daar, zeg maar, dan overgetransporteerd naar een huis door mijn ouders. Snap je? Het is niet zo dat ik op de straat ben geworden. Nee. Dus daarom kan ik ook die straat shit niet rappen, zoals ze dat dan zeggen, weet je? En daarom, ik snap het wel. En nu denk je vast vertolken, dat is de laatste laag waar je nu op bent. Nee. Fucking, ik heb Optifine en zo gedaan, hoor. Want ik had een beetje lag en zo. Dus ik dacht, hé, weet je, ja... Dan doe ik ook render settings een beetje omlaag. En dat, ja, dat is gewoon goeie. En daarom zie ik die shit niet meer. Maar hey, weet je, boeie, YOLO swag, weet je, we hebben niet, zoals ik in de vorige aflevering zei, we hebben geen fucking ogen nodig. Ik kan dit gewoon met mijn ogen dicht doen, dat weten jullie ook allemaal. Oh, het was wel de laatste laag. Oh, als je het niet al te erg vindt, ik ga nu uit het raam springen, want ik begin heel geïrriteerd te worden. Oké, ik kan niet meer tegen. Fuck 10 tieren, oké? Let's go! Oh. En kijk, daarom heeft het zeg maar geen nut om van het raam te springen, want dan kom ik toch bij een galerij en het is fucking warm buiten, dus ik ga weer naar binnen. Zelfs binnen is het zeg maar kouder dan buiten. Alright, Atior, oké, okay. Jij bent mijn redder, oké. Okay? Atior, in jouw map win ik bijna altijd, dus daarom gaan we op deze map gewoon even rekken, oké. Okay? En het klonk best wel raar, want ik zei in jouw map en dat is... Oké, okay, laten we daar niet over nadenken. Wij gaan fucking winnen, oké? Okay? In dit potje moet ik gewoon gaan winnen. Laten we daarop houden. En als we niet winnen, ga ik lekker nog een keer uit het raam springen. Oké, okay, weet je, fuck het raam springen. Ik ga wel gewoon dan in de koelkast zitten of zo. Want dat is best wel chill volgens mij, want dan is het koud toch? Ik zag serieus vroeger in takefilms dat mensen in koelkasten gingen zitten, oké? Okay? En dan vraag je misschien af van what the fuck, maar volgens mij is dat best wel chill als het ziek warm buiten is. Dus het is ziek warm buiten en je zit in een koelkast. Het is fucking koud. Kuit. Het is fucking kuit daar. En dat klonk echt als zo'n Marokkaans accent. Je weet toch ouders, weet je, oudere Marokkanen, weet je, die dan in Nederland zijn.
Ze zeggen altijd, ja, het is heel koud buiten. En de reden waarom ik dat weet is omdat ik Marokkaanse vrienden heb en niet racistisch bezig ben, oké? Niet op deze... Kijk, jullie kunnen alles wat ik zeg op een negatieve manier opvatten, maar ik ben gewoon fucking positief over ze, oké? What the fuck, hoeveel dubbeltjes wil ik in 3 seconden gebruiken? Holy mother of shit, oké? Ik moet even motherjacking even opletten, want dit is anders fucked up. En ik wil winnen, en om te winnen moet ik niet alles gaan verspillen, oké? Tolkan, en niet rennen. Focus eens even op de game. Tolkan, hallo? Hallo? Focus op de game. Oké, dankjewel. Dat had ik even nodig om even fucking te blijven, weet je. Soms is een klap voor je gezicht fucking chill. Dat is een nieuwe, hoe noem je dat zo? Beeldspraak of zo? Nee, hoe noem je dat? Hoe noem je zoiets? Weet je, dus ook de appel valt niet ver van de boom. Hoe noem je zoiets? Oh, what the fuck? Oh, een spreekwoord, Tolkan. Spreekwoord. Tolkan, je doet HAVO. Je weet toch wel zulke een basic bullshit die je op de basisschool kreeg. What the fuck, die bug? Oké, whatever. Ik weet niet meer hoe je dat noemt. Maar dat bedoel ik. Jullie snappen wat ik bedoel, toch? Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Maar dat is een nieuwe ding. Oké, geweldig, Tolkan. Je bent zo goed in het leven, hè? Jij bent alles goed. Jouw commentaries, jongen. Ik leer zoveel van jouw commentaries. Ik luister naar jouw commentaries in TNT en ik denk zo van Tolkan, wauw. Jij bent echt ziek goed in alles. Hè? Jij bent zo slim. Je bent zo goed in TNT run. En weet ik veel, je bent een coole jongen. Je bent zo knap. Oh, Tolkan. Oh. Oké, wij zijn op dit moment in de top 10. Ik heb er best wel veel zin in om te winnen dan. Want als ik niet win, dan ben ik weer helemaal depressief. En dan wil ik weer samen uit het raam springen. En dan wil ik stoppen met leven. Maar what the fuck, ik heb geen dubbeltjes meer. Ik spamde mijn dubbeljump. En ik dacht van, hey, waarom spring ik niet? Maar nee, ik heb geen dubbeljump meer. En dat gebeurt er dus als je alles fucking gaat verspillen. Tolkan, dat is dan jouw fout, hè? Dat is dan weer fucking jouw fout. Motherjacking son of a... Wacht, hoeveel spelen? Oké, nice. Ik ga nog... What the fuck? Element als gamer? Zie je die? Zie je die Minecraft naam in de chat? Holy shit, hij heeft gewoon van mij genakt. Die gozer heeft gewoon mijn naam. Heeft hij genakt, oké? Maar weet je, het chillen is... Omdat ik een Minecraft... Hoe noem je dat? Zo'n user rank heb, toch? Heb ik mijn naam veranderd in... Ik ben een klootzak in game dan, zeg maar. En dat heb ik puur eigenlijk gedaan omdat anders mensen, zeg maar, op me gaan springen. En dat vind ik niet zo, GG. Ik vind dat echt fucked up. Want ik weet nog een keer, ja. Ze zeggen, oh je Tolkan. Ze gaan met z'n vijven. Ze gaan met z'n allemaal. Gaan ze fucking om mij heen. Gaan ze rennen. En denk ik van, oké, dankjewel. Zo van, in plaats van mij te laten winnen, weet je. Zodat ik een leuk leven heb. Nee, oké, dat is goed. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Voor je nou deze video leuk vindt, dat je geen duimpje mag doen en te abonneren. En dan zie ik jullie weer ooit.